Op de Kolkweg bij Oostzaan was op dinsdag 28 februari een kettingbotsing waar 5 auto's bij betrokken waren. De voorste 2 kwamen er nog goed vanaf, de achterste 3 minder. De Torbekkenweg overgaand in de Kolkweg liep hierdoor flinke vertraging op. De Volvo die won het qua airbags, ze waren bijna allemaal opengeklapt. Zelfs die onder de motorkap, die speciaal daar gemaakt voor voetgangers. Alle 3 de auto's mochten mee met een berger.